Een beetje last van de benen natuurlijk, maar ja, dat hoort erbij. Vanaf een uur of twee vannacht in Genderen een hele hoop blaren geprikt. En mensen die dan echt moe zijn, maar ook wel heel erg gezellig en veel vrolijkheid. Dus. Vond je het zwaar vannacht? Het stuk van een uur of drie tot aan de morgen was wel zwaar. Want er waren weinig mensen en... Het was donker en veel polder, dus was niet zo leuk. En de laatste kilometers, die gaan makkelijk nu? Ja, ik denk het wel. Ja, die pijntjes hou je altijd toch, maar het is nog een uurtje of drie denk ik. Dus ik had van tevoren gezegd om 12:30 binnen te zijn, dus het wordt nou 10:50. Dus dat is jammer. Ik zeg niet dat het tegengevallen is, maar ja, er zitten wel stukken bij die echt wel slecht waren, donker en dan als je helemaal je eentje loopt. In het begin heb je nog heel veel mensen die je aanmoedigen, maar ja, rond de 4 uur wordt het wel stiller en dan wordt het wel zwaarder. Ja. Het was in al die dorpen was het hartstikke leuk. Ik had het niet verwacht, maar het was er wel. Nou, als die volgend jaar weer is, doe je weer mee? Ja, dat weet ik niet. Ik doe al een zoveel van die tochten bij. En, okay. Maar ik vond hier voor de eerste keer, maar wie weet sta ik er weer. Zo, is het gedaan? Ja, fantastisch, mooie prestatie. Wat was het zwaarste? Ja, tegen de morgen, een uur of 4, 5. Ik begin de slaap te krijgen, maar dat is nou weer over. Kijk eens aan. En hoe voel je je eigen nou? Voel me goed, ja. Het trots ook wel, hè, dat je het hebt gedaan. Ja, zeker. Heb je het hele stuk alleen gelopen of heeft het moment? Meestal met mensen samen, ja.